We wilden graag een ruimtelijk huis maken. En hier op het eiland mochten we 850 kuub bouwen voor een woning. Nou is dat best redelijk, maar het is ook weer niet heel erg groot. En dan kun je natuurlijk een heel geleed bouwvolume maken. Maar wij wilden graag zelf van die ruimtelijkheid genieten. En dat hebben we uiteindelijk opgelost door aan de buitenkant gewoon een heel strak kubusvormig doosje te maken. En de ruimtelijkheid aan de binnenkant te realiseren door delen van vloeren weg te laten. Waardoor er mooie vides en mooie zichtlijnen ontstonden. En waardoor de ruimtelijkheid vooral aan de binnenkant zit. En daardoor kunnen we er zelf van genieten. Dit huis is helemaal ontworpen op het uitzicht dat ik hier voor me zie. En dat betekent dat het eigenlijk uit twee delen bestaat. We hebben een gesloten deel, hier achter me, de straatkant. Die is helemaal dicht. En daarvoor zit hier een open kant, die is helemaal transparant. En vanuit dat gesloten deel steken eigenlijk twee vloerdelen uit. Ze kragen uit naar dat water toe, naar dat uitzicht toe. En daartussenin zit een gesloten serviceblok, hier achter me. En daardoor is het een soort van tribune geworden die uitkijkt over het water, over het park en over de ondergaande zon. Hier hebben we de woning ontworpen om de activiteiten heen. Dus het koken, daarvoor hebben we een kookeiland gemaakt. Waaraan je al die activiteiten kunt doen. En dan vervolgens kun je hier aan tafel kun je eten. Dus hier hebben we een eettafel gemaakt. En daar omheen is eigenlijk de woning ontworpen. Ik wilde in dit huis een open ruimtelijkheid maken. En om dat te kunnen doen, moesten eigenlijk alle voorzieningen uit alle ruimtes weg. En dat hebben we eigenlijk gedaan door hier midden in de woning een groot meubel neer te zetten waar alle voorzieningen in zitten. Zoals kasten, toiletten, leidingen, schachten, werkkasten, trappen. Dat zit allemaal in dit meubel. En daardoor kunnen de ruimtes daaromheen helemaal open blijven. En het werkt eigenlijk fantastisch, want we hebben dat blok ontworpen niet als een bouwkundig element dat bestaat uit steen en dan uit glas, maar we hebben het uitgewerkt als een groot, vrij in de ruimte geplaatst meubel. En daardoor staat het eigenlijk niet in de weg. Maar is het meer een soort van toverdoos waar allemaal luiken en deuren in zitten, waar steeds weer een andere voorziening achter verstopt zit. En tegelijkertijd, doordat het bekleed is met houten latjes, is het ook heel erg goed voor de akoestiek in het huis. De meeste woningen in Nederland hebben een standaard verdiepingshoogte van 2,5 meter. En dat vind ik eigenlijk altijd een beetje benauwd. Dus wat ik hier graag wilde is licht en lucht in de woning. En daarom hebben we juist hoogte gemaakt. En dat begint al in de bijkeuken met één verdieping. Dan hier in de keuken worden twee verdiepingen. In het midden bij het trappenhuis zijn het inmiddels drie verdiepingen. Dan daarachter in de zithoek weer twee verdiepingen en boven bij het slaapbalkon weer één verdieping. En die overgangen, die ruimtelijkheid maakt dat het huis zo luchtig is en daardoor zo ruimtelijk. Bij het ontwerp voor dit huis hebben we eigenlijk niet alleen het huis ontworpen als casco, maar we hebben het huis ontworpen om de activiteiten heen. Koken, eten, slapen, werken. En om dat te kunnen doen was het nodig dat we ook ontwerpen zouden maken voor alle meubels. Dus het kookeiland, de eettafel, de haard, de kasten, tot op de deurkrukken toe. En zo hebben we ook voor dit huis speciale boekenplanken gemaakt, zoals ze hier achter me zitten. Zodat we door het hele huis éénzelfde vormgeving, éénzelfde consequente kwaliteit konden maken. Het unieke van dit huis is eigenlijk de plek. De locatie, deze kavel. En dat komt omdat deze kavel in de breedte aan het water ligt. Waardoor je eigenlijk met het huis een fantastisch uitzicht kunt maken naar het water toe, naar het park toe. Want doordat die kavel breed is, konden we ook het huis breed maken. En daardoor, zoals je kunt zien, hebben we elke dag een fantastisch panoramisch uitzicht. En dat geeft echt het ware vakantiegevoel.